heb gedroomd vannacht. Vertel maar, Koetje. Ik heb gedroomd dat ik iemand anders was. Van buiten was ik nog hetzelfde, maar van binnen was ik iemand anders. Snap je dat? Nee. Het was heel erg mooi van binnen. Ik kon zweven in de ruimte. Ik kon dansen op een vloer van ijs. Ik had geen gewichten aan mijn voeten. En iedereen die ik tegenkwam riep, oh wat mooi. Ze waren blij. Ze waren blij dat ik zo mooi kon dansen. Dus ik danste en ik zong. En ik was gelukkig. En de mensen werden blij. Zo'n soort meisje was ik in mijn droom. Blijf je vandaag weer de hele dag in je pyjama? Ja. Gaan we niet iets leuks doen? Nee. Wil je wat eten? Ja. Wat? Chocola. Je eet alleen maar chocola. Met brood. Brood en chocola, daar kan je niet van leven. Ik leef toch? Kijk, ik leef toch, kindje? Het is niet goed. Je krijgt een mandarijntje. Daarna gaan we iets leuks doen. Wat wil je dan? Ik wil alleen maar zoenen met je moeder. Je moeder en ik. Wij waren altijd samen. En ook als we niet samen waren, wist ik dat ze bij me was. Als ik daarom helpte, zag ik alleen nog maar hoe goed de wereld was. Begrijp je? Papa, mama is dood. Oneerlijk, hè? Wat is het toch oneerlijk? En nu heb ik chocola. Oh. Wie is dat? Petermoei. Dag papa, morgen beter. Vader, je dochter verkommert. Ze zal ziek worden. Ze zal grijs worden van binnen. Haar vader wordt dof, haar voeten koud, haar ogen zullen niet meer zien. Ze zal sterven. Ben ik duidelijk? Sterven? Bij wijze van spreken, akelig geluisbol, haal je vette billen uit dat bed. Wat wil ze dan? Wat wil ze dan? Een kind wil buiten spelen met vriendinnetjes. Een kind wil koekjes bakken. In de winter dan. In de zomer wil ze zwemmen. En tussendoor wil ze op schoot. Mooi, daar kan ik blijven zitten. Wat moet zo'n meisje met een man als ik? Zo'n meisje heeft een moeder nodig. Jij je zin. Ja? Wat? Ja, wat wilt u? Niets. Ik... Komt u binnen? Waarom zou ik? U hebt gebeld, nietwaar? Ik? Geweld? Ik zou niet durven. Wel waar, de bel gaat, ik doe open, u staat hier. U hebt gebeld. Meneer, nogmaals, ik bel nooit aan bij zulke ziekenhuizen. Mevrouw, ik doe voor het eerst in 3 jaar de deur open. U hebt geen idee wat voor voeten dat in de aarde heeft gehad. Dus nogmaals, wat komt u doen? Ik wilde net een foldertje naar binnen gooien. Ik ben een arme weduwe, meneer. We hebben het niet breed. Ik heb een naaiateliertje, dus als je kleren hebt die wat versleten zijn, dan kan ik ze voor je repareren. Die pyjama, dat is echt de zijde, nietwaar? Is het Chinese of Indiaanse zijde? Voor mijn part is het plastic. Dag mevrouw! Je hebt het niet begrepen. Ga terug. Wie is die vrouw? De nieuwe moeder van je dochter. Een weduwe? Met zo'n neus? Wat is er mis met haar neus? De beste vrouw is nog niet goed genoeg voor mijn dochter. Bovendien is dat nog niet alles. Oh ja, dat is waar. Er was nog iets. Speelkameraadjes. Meisjes barsten fijn in karavotten. Koekjes bakken, in de winter dan. En zwemmen in de zomer. Zulke soort meisjes zoeken voor mijn dochter. Meneer, ik wou even zeggen dat het me zeer spijt dat ik u zo ontstemd heb. Maar dat ik in de vuur van het gesprek vergeten ben te zeggen dat, met al het oog op dat naaiwerk dat u mij misschien wil laten doen, dat u zich geen zorgen hoeft te maken om de hoeveelheid. Ik heb namelijk 2 dochtertjes die mij daarbij kunnen helpen. 2 dochters? Hoe oud zijn die dochters? Ongeveer net zo oud als dat lieve meisje daar. Vergeet u mij, meneer, maar ik zit een beetje slinks uw kamer in te gluren. U hebt zo'n ontzettend mooie meubilair. Dat moet de hand van een voorname vrouw zijn. Of, vergeef u mij meneer, bent u niet getrouwd?
Ze is op mijn geld uit. Ze heeft twee dochters. Twee dochters. Even oud als... Het is wel toevallig. Kent u haar? Je kan toch niet zomaar een vreemde vrouw? Ik bedoel, wat hebben we gemeen? U bent weduwe? Ja, meneer. Mijn vrouw is dood. Oh, wat verschrikkelijk. Wat ontzettend naar. Hoe lang is dat geleden? 3 jaar nu toch alweer. Oh, maar dat is niet. En zo'n wond, die hield niet snel. Gelooft u, ik kan het weten. Wanneer is uw man overleden? Dat is morgen precies. 13 jaar geleden. Maar de pijn, meneer, is nog steeds niet weg. Zeg mevrouw, u staat hier al zomaar die hele tijd. Wilt u misschien niet even binnenkomen? Met alle soorten van genoegen. Dank u wel. Je moet natuurlijk rustig gaan beginnen. Zo gezegd, gesprekken met niet al te lange zinnen. En alles wat nog kom is, praat je recht. Dat is om aan elkaar te wennen. Dus een beetje samen eten, samen zingen. Dan is het vanzelf opeens een kus. Als het dan een spel is, als er liefde in het spel is, dan zeg ik, niet zo geweldig als een bruiloft. Een bruiloft. En liefst nog vandaag. We hebben slingers nodig. En papieren lampionnen. En confetti en ballonnen. En muziek. En de vlag moet uithangen. Hij houdt van feestelijk en chic. Ik blijf het hele week in bed met jou. Dag, dochters. Welterusten. Wij willen deze kamer.
Maar dat is toch niet nodig? We hebben nooit een bed gehad. We sliepen altijd op het matje voor de kachel. En daar kregen we dan wintertenen van. Op het matje, op de koude grond, met je blote rug en je hongerige maag in de donkere nacht. Dus, als wij deze kamer willen, dan is dat niet voor niks. Dan is dat voor de zekerheid. Dan zijn we gewoon bang. We denken weer aan ons matje. We hebben jullie deze kamer, nu. Mag het? Ja. Oh, wat een mooie pop! Dat is Saartje. Hoe gaan we dit nu zeggen? Nee, Giselda. Hou je mond. Maar jij hebt toch ook nog nooit een pop gehad? Nee, maar een pop, daar kun je je niet om vragen. Die hoort bij iemand. Deze, die hoort bij haar. Hou maar op met huilen, Giselda. We vinden wel een ander. Niet zo lief en zacht als deze. Dat is waar. Maar toch, je krijgt een pop. Je bent mijn lieve zusje en ik hou van je. En van ons andere zusje ga ik ook wel houden. Denk ik. Ze is tenminste niet zo hebberig als wij. Stil maar. Stil maar. Waar zijn je jurken? Die haal ik straks wel weg. Dat vroeg ze niet. Waar zijn je jurken? Vroeg ze. In de kast. Heb jij een maat? Ik denk het zo ongeveer wel, ja. Mooi, laat ze daar maar hangen. Dat is niet de bedoeling. Het zijn maar spullen, Petermoei. Spullen met een ziel, die jouwe. Ze waren zo verdrietig. Veel verdrietiger dan ik. Weet haar naam niet eens. Het interesseert me niet. Hé, hey, dingetje. Wat ga je doen? Ik wil papa spreken. Je vader is op reis. Reis? Hij is op reis gegaan. We hebben nieuwe kleren nodig. Het geld raakt op. Hij heeft niet eens gedag gezegd. Hij heeft mij gedag gezegd. En dat is genoeg. Je kan mij je droom vertellen. Ik stond op een balkon. En naast mij stond de prins. En onder mij stonden 100.000 mensen. Ze keken naar ons op. Ze wachten tot we zwaaiden. Dus dat deden we. Het werd heel stil. Ik zei, ik dank u wel. Maar kijk alsjeblieft voor u. Daar is meer te zien. Oh, oh. 100.000 mensen. Ik keek omhoog. Naar jou. En naar de hemel. Assepoes, haasje, we hebben koud!
leven. Al heet de koning uit het vuur, waar is goede wil zo gauw gebleven? Ze weet het niet, ze kan het niemand vragen. Want ze heeft geen geld en goede raad is duur. Peter, mooi. Zo moe? Hou er dan mee op. Dat kan toch niet? Ik heb geen ander huis om in te wonen. Ik heb geen ander been om op te staan. Goed, ga dan nog maar een tijdje hoor. Attepoes! Ja? Stil! Wat? Sst! We hebben hoofdpijn. Gordijnen open? Ja! Dat is veel te hard! Attepoes! Ja? Glaasje water? Ja! Wie loopt er zo te stampen? Attepoes! Ja? Waar ben je? Hier. Helemaal alleen? Ja. Zo klein, zo dun, zo eenzaam in het donker. Is er nog iemand die je ziet, Attepoes? Ik hoop het voor je. Want wie niet gezien wordt, die bestaat ook niet. Rust maar even uit. De nacht is voor de slaap. De slaap is voor de dromen. De slaap nu lang en goed. Morgen zal hij komen. Wie? Sst. Wat zal er gaan gebeuren na vandaag? Dat is wat iedereen altijd wil weten. Wat net gebeurd is, wordt meteen vergeten. In haar kostuum. Die doet wat die wordt opgedragen. En dat doe ik ook. Ik zal zo zeggen wat ik moet zeggen. Mevrouw, vergis u niet. Ik ben een vrouw. Ik ben een levend wezen. Maar mijn gevoel dat sinds ik onderspit. Tot een moment geleden dan. Mevrouw, ik zag in de ogen. Ik weet nu wat echte liefde is. Mevrouw, ik bemin u. Ik smeek u. Laat u niet verleiden door wat ik straks zou zeggen, omdat ik het moet zeggen. Nogmaals, laat u niet misleiden. Kijk door de vale kleuren heen van mijn kostuum. Let niet op de belachelijke knopen. Kijk naar mij, zoals u net naar mij gekeken heeft. Ik ben een lakei en niet van koninklijk bloeden. Maar ik beloof u, u zult gelukkig met mij zijn. Goed. Dan zou ik niet zeggen. Wat ik niet zeggen. De prins heeft aangekondigd dat er een bal zou zijn. Een bal zoals het land nog nooit beleefd heeft. De prins, zoals u weet, nog ongetrouwd, nodigt hierbij alle meisjes uit de omtrek en daarbuiten uit op zijn feest. Hij zal zijn keuze maken, al staat hij niet te trappelen. Maar ja, hij is de prins en prinsen moeten trouwen. Mag ik weten wie er is? Niemand! Er moet een kleermaker komen. Een schoenmaker. Iemand met hoeden. Iemand met parfum. De balzaal zal zo groot zijn als een voetbalstadion. Chock vol meisjes. We moeten zorgen
of in het midden? Links. Rechts. In het midden. Wilt u een jurk? Van paarse of van oranje stof? Paarse. Oranje. Van allebei een beetje. Wilt u schoentjes met een hoge kleine hak? Gesp of veter? Goud of zilver? Kleine. Doen als je het diep van binnen wel wilt. Niet wilt. Je kunt niet iets niet doen als je het diep van binnen wel wilt. Snap je? Wat wil jij worden? Moordenaar. Met een jachtgeweer. Dubbelloos. En zo zwaar dat je 3 schoten kunt lossen zonder bij te laden. 3 maar? Ik word een goede moordenaar. Ik schiet in 1 keer raak. 3. Oh, die 3. Dood! 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 Ik stop ze in een graf en kiep er 30 kruiwagens kieselstenen bij. En een laag cement erover, zodat er niet vanzelf weer bloemen gaan groeien. En dan ga jij voor 40 jaar achter slot en grendel. Arme prins. Hij zal zijn hele leven op je moeten wachten. Arme prins. Wat doet u daar? Oh, ik frutsel wat met mijn stokje. Voormaal, kadoet, klatstaar. De haarden hebben paver. Dank u, met mayonaise. Nee, geen tweede keer. Ik geloof dat ik een beetje slordig ben geweest. Zo, nu nog een keer. Mevrouw, de koets staat klaar. De paarden hebben haver op. We kunnen zo vertrekken. En luister liefje, het lijkt me toch het beste dat je eerst nog even naar de bal gaat. Dan kan je daarna nog op je gemak je moeder en je zusjes gaan vermoorden. Maar ik heb geen jurk. Zilvergroen met glazen schoentjes. Maar, denk eraan dat je voor de klok van 12 uur terug bent. Want bij de 12e slag sta je gewoon in je oude kleren en zal je het hele eind naar huis moeten lopen.
Dank u wel, u bent een wonder. Je vergist je, kleine meid. Het echte wonder gaat nog komen. Ik durf bijna niet te denken dat het zo gaan als in mijn dromen. Ik durf bijna niet te denken. Wat nou als de prins een slome slungel met een spraakgebrek is? Ik durf bijna niet te denken. Gadver de gadverdamme. Gadver de gadverdamme. Ga nooit naar een bal. Ga liever lekker vroeg naar bed met een boek of een beetje breien bij de open haard. Dank je voor de dames. We staan op de gang. Hier gebeurt het niet. Nee, natuurlijk niet. We moeten echt de balzaal in. Er zijn nog minstens 1000 andere meisjes. Natuurlijk niet in de zaal, waar iedereen van kijken, maar hier, een beetje in het donker. Of u met mij zou willen dansen. Mijn hart zou openspringen van geluk. Wat ik hier doe, is buiten alle regels en zeer onbetamelijk voor een lakei. Maar ik krijg met liefde 100 maal ontslag als u 1 keer met mij zou mogen dansen. Mag ik deze dans van u, mevrouw? Nee, ik dans alleen met prinsen. Ik heb heel erg lang naar u gezocht. Wilt u alstublieft met mij dansen? Hebben jullie gedanst? Ja, natuurlijk. Nou,
Met de prins? De hele avond. Nou ja, ik de halve avond. En ik de anderhalve avond. Op het allerlaatst. Daarom zeg je niks. Hebben jullie gezegd dat ik ook in het paleis kon wonen? Als jullie getrouwd zijn. Nou, als één van jullie getrouwd is. Dat is ook meer dan genoeg. Er is ook maar één punt natuurlijk. Dom van me. Elke avond kaviaar, gouden tafels, gouden stoelen. Ik kan bijna niet meer wachten. Ben je het mooi? Sst. Nou, komt er nog wat van? Nee, zeg maar niks. We krijgen alweer hoofdpijn als we eraan denken wat je ons wil gaan vertellen. Je bent verliefd? Je bent verliefd geworden op het mooiste meisje van het bal. Alsof onze zoon geen goede smaak zou hebben. Maar waar het ons op gaat, jongeman, is haar afkomst. Heeft het kaas gegeten van de etiket? Kan er met ons lastige bestek omgaan? Kan het voor het volk verschijnen op koning in de dag? Kan het lakai uitschelden? Kan het stil zijn terwijl ze verrekt graag zou willen schreeuwen? Nou? We kunnen maar meteen gaan pakken. Ik kan niet wachten om weg te gaan uit dit akelige hol. De prins heeft eigenlijk nog niet helemaal besloten. We maken wel echt een hele goede kans. Als jullie liegen, laat het jullie aan de kippen voelen. Nu leidt dus onze vraag, waar woont het meisje? Wat is haar naam? Kortom, hoe hoog is haar afkomst? Je kan het ons gerust vertellen. Laag? Kijk eens aan, nog lager. Oh, zo laag. Dan heb ik onze zoon maar één ding te vertellen. De bruiloft gaat niet door. Zoek maar een ander meisje. Ziezo, we gaan naar bed. We voelen ons een beetje ziek. Ben je te moe? Eindelijk. Nu jij. Ik moet nog een keer naar de prins toe. Ik heb hem niet gezegd waar ik vandaan kom. Of waar ik woon. Dat is heel dom van je. Je kunt nu niks meer doen. Alleen maar wachten. Assepoes. Kijk eens naar je zusjes. De prins wil dolgraag met één van tweeën trouwen. Uw koninklijke hoogheid. Meneer de prins. Meneer de prins, ik moet niet dringend met u spreken. Goed. Dan zeg ik het wel voor de deur. Meneer de prins, ik heb onlangs mijn hart verloren aan een jonge dame. Maar ik zou mijn hele leven op haar moeten wachten. Want zij wil mij niet. En ik leg me daar mijn eer. Maar het is niet makkelijk. Maar weet je wat dan nog het ergste bedragen is? Dat er mensen zijn, meneer de prins, die ze zo op een poort krijgen gesmeten en er niks mee doen. En dan bedoel ik u, meneer de prins. U maakt mij razend. U ontmoet het meisje van uw leven en u laat haar lopen. U luistert naar uw moeder en u ziet er zonder slag of stoot van af te trouwen. Bah, meneer de prins, bah. Vergeef het mij, ik heb u jarenlang gediend met veel plezier, maar nu moet ik toch zeggen, als u niet als razend uw koninklijke billen overeind hijst, al is het maar om mij de opdracht te geven haar te zoeken, dan geef ik u, meneer de prins, geen eten meer. Dus u kunt kiezen. Leef en maak u en uw prinses gelukkig. Of blijf in dat kleine kamertje van u en sterf. Okay. Dank u beleefd. Grote vriendin. Komt er voor mij? Ja. Nee. Jammer. De prins wil laten weten aan alle meisjes van het land dat wie het schoentje past, zijn vrouw zal worden. Geeft u maar. Nee, mevrouw. Mag de hemel overbarsten en mij treffen met een bliksemstraal? Mijn hart zal breken als ik met de prins zou trouwen. Uw zuster, die mag passen. Ik niet? Jij ook niet. Wilt u mij weer volgen?
me. Niet huilen, mama. We hebben ons best gedaan. Oh ja! Wie zit er dan nu op haar luie krent in het paleis? Wie eet er met gouden bestek van gouden borden? En wie gaat er zo meteen wijven naar het volk op het bordes? Assepoes. Ja, dat weet ik ook wel! Iedereen bedriegt me. Mijn hele leven zit er tegen. Ik wil mijn paleis. Wij zijn uitgenodigd op de bruiloft. Mijn best. We gaan. Maar niet voor onze lol. Ze krijgt 100.000 kansen om met haar nieuwe man te dansen. Haar voeten lijken bijna wel van vuur. Iedereen mag naar je kijken. Ze gaan door tot ze bezwijken, want niet naar huis om 12 uur. Het leven krijgt weer franje. Vul de glazen met champagne. Niets is zo geweldig als een bruiloft. Een bruiloft! En er is er één vandaag. Maar wat is dat?